Je golden plaat, festivalgroep naar Grollo, trouwt met Douwing. Het is net of het rond is. Harry en doodgaan, dat paste niet bij elkaar. Potje, kom eens. Geef mij stokken eens even. Geef mij stokken. Kom maar. Kom eens. Ja. Ja. Oh, jij maar eens even mee. Rijn de Mist, heel simpel, QB. Harry is, ja, 100% puur. Ja. Muziek was hem heel veel weer. Muziek Merkham, zei hij ook altijd, muziek maakt mij een vrij man. To the window. All my eyes. De eerste ontmoeting met Harry was in Assen in 62 of 63. De eerste keer dat ik Harry ontmoet heb was bij een optreden van QB and the Blizzards in de sporthal in Zuidwolde. Bij het afscheid van een burgemeester of bij het 700-jarig bestaan van Zuidwolde, zoiets in elk geval. Ja, dat we elkaar ontmoeten, dat was bij de Blue Corner in Assen. Dat Harry dus speelde toen in de Old Fashioned Jazz Groep. En ik speelde in de Rocking Strings met Tilke Gelling. Er is een moment, dat is, ik denk ter gelegenheid van de uitreiking van de Edison. Is Harry film in Grol en er is een moment dat ik op mijn witte poeg om de bocht kom en Harry loopt langs de weg en we zwaaien even tegen elkaar. En dat is het moment wat in heel veel televisiefragmenten over Harry weer omkomt. De persoonlijke ontmoeting was in 1980 aan de Smetanenlaan in Assen, waar ik hem heb opgezocht. Omdat ik al een hele tijd niks meer van hem hoorde en ik zoiets had van wat doet die man nog? Ik heb Harry voor het eerst ontmoet in de exacte datum weet ik niet meer, maar wel de maand, mei 1967. Meegeweest naar een concert in Apeldoorn, Poort van Kleef. Allereerste keer dat ik Harry Musquet heb gezien met de toenmalige Blizzards. En ja, dat vond ik toch wel heel mooi. Niet dat ik nou direct verkocht was. Maar vooral die zanger, die had wel iets met zijn lange sluike haar, met een vieze vulten hoed op. Dat had wel wat. En ik vertelde hem dat ik, nou ja, groot, en dat was ook zo, heel groot bewonderaar van hem was. Een heel groot liefhebber van QB and the Blizzards, van hun muziek. En nou ja, en dat is hij zijn hele leven geweest, echt onmatig, hartelijk. Zo heb ik dat ervaren. Hij zei van nou, hij moet bij zijn Grollo langskomen. En, in de boerderij? In de boerderij. En dan ben ik najaar 1967, en ben ik daar, ik denk, een volle week geweest. Ik had heel veel platen, al jazzmuziek, maar ook heel veel blues-LP's. En Harry kwam nou 2-3 keer per week, als hij dus van zijn werk terugkwam, dan moest hij dus naar de Jacob Kastelaan in Assen, kwam hij dus bij ons huis een beetje langs en dan kwam hij altijd naar mij toe. En dan zochten we eigenlijk altijd nummers uit die we eventueel zouden kunnen gaan spelen. Ja, hij heeft ook nog gespeeld op mijn 65e verjaardag. Toen had ik dus een feestje gearrangeerd. Ik was ooit geweest toen hij in Grollo zijn 65e verjaardag vierde. Hij had gezegd, nou, als ik ooit 65 word, dan mag je komen. En, nou, dat is gebeurd en dat was heel mooi. Ik raakte met aan de praat in een of ander zaaltje ergens in de buurt van Arnhem. Met hun aan de praat. En we mochten mee naar de kleedkamer. En ik nog in mijn onschuld van, ja, maar ik heb nog helemaal niet betaald. Nou, dat hoeft niet, je loopt maar gewoon mee. En vanaf dat moment ja, stonden we op de gastenlijst. Dit is gemaakt in Orvelte bij het grafische proeflokaal door de commissaris van de koningin, de heer Tichelaar. En dit is een beeltenis van Harry. Ooit een hele bekende foto van hem met zijn sigaret aan. En dat is op een oude en op een nieuwe druktechniek manier gemaakt.
aangeboden aan Harry en ook een aan het museum. Soms loop je ergens, dan hoor je iets of je denkt iets. Je moet die teksten en alles, je moet er helemaal in leven. Dat vind ik wel belangrijk. Je moet voor jezelf gaan leven. En je moet proberen een leven te maken voor die mensen. Als je 5 dagen in die drukte en in dit lawaai tussen al die mensen hebt gezeten, dan is dit als compensatie heel fijn. Je kunt alle kanten op hier eigenlijk. Je kunt de natuur in en dat vind ik heel belangrijk. Ik wil een beetje contact hebben dus met de natuur. Ik vind dat een heleboel mensen daar verloren hebben namelijk. Ik zal er eerst eens in de kamer sturen. Dat was het allereerste wat ik doen zou. Ik zal er absoluut. Ik persoonlijk hou er niet zo van hoor. Ik vind ze zo, nou ja, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar met dat lange haar en zo, dat mogen wij niet graag. Een vreemde eend in de bijt eerst. Een man met lang haar en een slordig uiterlijk, daar keken de mensen ook wel naar. En maar al gauw hadden we ook zoiets van, het is wel heel bijzonder. En toen ik 16 was en met de poeg een wat grotere actieraadjes kreeg, ging ik met een kameraden achter de Cuban en de Blizzard aan, hè, naar de dancings. Hij betekende inderdaad toch iets meer dan een Drentse jongere, terwijl hij het wel was. Dus hij kon er bovenuit stijgen en hij kon ze ook meeslepen. Hij kon meenemen naar toch andere oorden, andere gedachten. Als mensen in Amsterdam vreugden over Drenthe, dan zijn ze één groot zwart gat. En Harry die zorgde ervoor met zijn muziek dat mensen dachten van hey, die muziek uit Drenthe, dat is wat bijzonders. En zo gingen mensen als Sonja Barend en Ton Seybrand en noem ze maar op. En die gingen allemaal naar Drenthe toe. Schrijvers gingen naar Drenthe toe. Muzikanten gingen naar Drenthe toe. En dat heeft Drenthe op de kaart gezet. Ook naar de mensen in Drenthe. Zo van, potverdorie zeg, dat binnen wij toch maar. Ik heb de illusie dat ik mij nooit aan randstedelijk chauvinisme heb bezondigd. Dus ik tegen een Drentse muzikant kijk ik aan als tegen een Amsterdamse muzikant. Dat heeft voor mij nooit enig verschil gemaakt. Toen we begonnen was er helemaal geen publiek voor, want men wist helemaal niet wat het was. Men vond het maar geschreeuw en gedoe. En dan speelde hij op een biljart, een hele kleine installatie. Er zaten wat mensen zaten aan een bessetje en die wat is dat voor lawaai? En die gingen gewoon weg. Dus ze speelden op een gegeven moment bijna voor niemand. Maar op een gegeven moment kregen we een soort van aanhang en die was heel erg fanatiek. En die ging met bussen achter ons aan. En toen kwam Hitweek, Willem de Ridder, Koos Zwart en zo, al die mensen die hebben ons toen redelijk geholpen en wij kwamen ineens bij een grote firma, die had ons overgekocht van een kleine firma. Ja, en toen ging het eigenlijk heel snel. Er was een jazzclub vlakbij het Rembrandtsplein. En wij speelden daar en dan was het zo van, ach die boeren in Drenthe, dat wordt toch niks. Dat hoorde je in de zaal zeggen. Maar er zaten ook wel jongens van uit de muziekwereld die je herkende. En wij zetten het spul op en wij hadden zoiets van, we zullen eens even een poepje laten ruiken. En wij gaan beginnen, jongen, en wij hebben die hele club helemaal plat gespeeld. Ja, Grommel weer op de kaart zet. En dat vind ik wel een soort deurbraak. Ook voor mezelf, dat je als boerenzoon gewoon accepteerd wordt door die jongens. Dat je gewoon met kunt gaan met Harry, maar ook met Willy Middel en Hans Kins en Ilko. Gewoon aardige jongens waren. Ik ben Drent en ik hou ook, dat klinkt misschien een beetje pathetisch, maar ik hou wel heel erg van Drenthe, want ik vind het een hele mooie provincie. En ik hou ook van die mensen die hier wonen. En, dat is ook een van de redenen dat ik hier ben blijven wonen altijd. Hij heeft heel veel voor Drenthe betekend. In Drenthe, maar veel meer nog voor Drenthe met zijn bekendheid buiten Drenthe. Life in the low countries, in our farm. Most of the time it's raining, rare is the sun. Watching TV, but the things they are telling you.
Wij vinden jou gewoon een hele prettige man. Aardige vent. Iemand met een levensbeschouwelijk karakter waarmee je ook over andere onderwerpen kunt spreken dan uitsluitend de muziek. Well, there's something about him that I can't understand. Als Harry niet de blues had gaan zingen, was ik waarschijnlijk nooit met blues in aanraking gekomen. En dat heb ik aan Harry Musquet te danken. Want die kwam in 67 op mijn pad met de LP Desolation. En toen ging mijn haar ook groeien enzovoort, want dat hoorde erbij, hè. En nooit meer afgeknipt. En nooit meer naar de kapper geweest. Dat heb ik ook aan Harry te danken. Ja, eigenlijk wel. En misschien wel het feit dat we altijd met streetjes zijn gebleven. Misschien met al die intensieve tourjaren. Je kwam thuis van je werk, gauw eten, omkleden en hup, weer het land in. Ook wij hebben wel de blues gehad. Je gaat dan heel anders leven. Soms. En ook wel de blues gehad, ja. Wie niet eigenlijk? Het gaat toch bij niemand over rozen. Ja. Hij heeft natuurlijk heel veel nummers geschreven. En als je dan terugkijkt, denk ik van, goh, dat zijn toch nummers geweest die... die toch wel bepalend zijn geweest voor de naam uiteindelijk van QB and the Blizzards. En die heeft hij, dacht ik, samen met Herman Broos geschreven. Mijn mooiste nummer waar ik dan uiteraard op meespeel, maar is Somebody Will Know Someday van Groeten uit Rollo. Somebody will know someday. Will know why you walk out on me. Ik herinner mij het moment in Café de Amer dat ik recht voor hem zat. Ik zat naast Hanneke Kappen en hij preut regelmatig tegen mij Just for Fun zingen. Hij zei, Egbert, je kent die mensen worden, dat liedje over Giet doet grol. Ja, dat kent mij. En Egbert Strooijer zat een paar rijen achter mij en die twee Egbert Strooijer preut hij tegen. En toen zei Helmich op de piano het liedje Simple Man in en bij mij braken alle sluizen. Ik begon het te reren. Ik was zeer ontroerd, zeer aangrepen door de kracht van dat liedje en de manier waarop hij dat vertolkte. Het is ook veel meer dan de muziek. Ja, je bent gewoon van die man gaan houden. Hè? En sommige dingen kun je niet verklaren. En Harry zei zelf eens heel mooi over een uitspraak. Ja, of het nog zo is, weet ik niet. Waarvan hij dacht van, dat is misschien wel wat voor op mijn grafsteen. Muziek is het laatste geheim. Ik denk dat Harry, natuurlijk er waren nog wel een paar andere dingen, maar Harry, QB and the Blizzards, dat waren degenen die de zwarte muziek uit Amerika over de grote plas in Nederland bracht. Mensen kwamen op de podia in Nederland in aanraking met de zwarte muziek, met een andere kant van Amerika ook eigenlijk wat dat betreft. Harry, die heeft iets en dat is moeilijk onder woorden te brengen. Dat is in de loop der jaren ontstaan en misschien wel juist doordat Harry ook is veranderd. Van de toch wel Norse man, want dat was die, een man van weinig woorden, naar ons toe ook. Maar wel de man die aan het eind van de avond zei, als we naar huis gingen, goed uitkijken, hè? En dat gemeend zei. Een van de meest dierbare herinneringen die ik eraan bewaar is dat in die tijd het nummer Distant Smile als het ware voor mijn ogen gecreëerd werd. Dat Harry tekst zat te schrijven voor dat nummer Distant Smile. En dat, gellingen, muziek, akkoorden en dat die band dat zat te repeteren. En dat is ook een van mijn favoriete nummers. Harry wist dat volgens mij, want het kwam wel eens voor dat bij een optreden dat ze Distant Smile gingen doen, dat hij dan even naar mij wees in de zaal en zo. Dancing Bear, dat is de cd die, waarvan hij een deel van de opbrengst geschonken heeft aan de
de dierenbeschermingsorganisatie, WSPA. Ja, ja, hij was gek op dieren. Ja, Harry was gek op dieren. Hij was vooral gek op honden. Hij was, een hond was zijn meest trouwe vriend altijd. Ook door zijn hele leven en eigenlijk altijd. Floor, kom eens. Floortje, kom. Waar is jouw stok? Geef mij die stok maar hoor. Geef mij die stok maar weer. Dat wil ik niet. Pas op, man. Pas op. Hé. Waar hoor jij? Waar hoor jij? Hoe vind je het om beroemd te zijn? Nou ja, beroemd. Ik bedoel, ik ben beroemd bekend bij een grote groep mensen die van deze muziek houden, maar ik heb mezelf nooit als een beroemdheid gezien. Ik ben gewoon die ik ben. En ik hou niet zo van al die koude drukte. En hier in Drenthe zijn ze ook gewoon, ze zien mij gewoon als een van hun en dat vind ik heel prettig. Ik ben een beetje gek geworden met die man, Harry Musquet. En dat hij dan natuurlijk Cuby was, heel leuk, wat hij deed, ja natuurlijk. Maar ook Harry Musquet. Hij heeft zelf eens een keer gezegd, ik hou niet van allerlei vertonen. Ik blijf zoals ik ben. En hij noemde dat zelfs exterieur vertoon, daar hield hij niet van. En ik denk dat hij dat helemaal heeft waargemaakt. En ja, dan ben je toch een persoonlijkheid. Ik ben iets te veel vrienden verloren de afgelopen jaren. Ik was bijna zelf aan de beurt dit jaar. En Harry was een van de eerste die hier. Die mij een mailtje stuurde. En een hart onder de riem stak. Dat is toch. Ja, dat is toch vriendschap. Looking for a way to be the one who I am. It's useless to cry for the things I want to know. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ben er wel trots op dat ik geroepen ben om dit te mogen dragen. Dus ik benoem je hierbij tot gouden harponier in de orde van de ware live muziek. Harry Musquet. De eerste mannelijke ereburger van de gemeente Arnhemse, dames en heren, Harry Musquet. Ik kijk niet zo ver meer vooruit. Ik weet ook niet precies waar ik over 40 dagen speel. Ja, hier in Grollo, maar dan, daarna weet ik er al niet meer. Dus vroeger dan zat je helemaal te kijken, waar ga ik dan in, daarin. Nu denk ik gewoon van, ik zie het wel. Ik heb wel eens gedacht dat Harry een soort zesde zintuig had. Hij heeft had een hele sterk ontwikkelde intuïtie. Hij zei ook wel eens van, als ik in een gezelschap kom, ik kijk even met hen, ik snoef hem en ik weet of het deugt of niet deugt, voor zijn gevoel. En ik denk dat dat met zijn ziekte ook het geval was. Ik denk dat hij al wel eerder wist van, het klopt niet, het is niet goed. Ik ben bang dat het niet goed is. Dat heeft ook wel zeg van. Al in een heel vroeg stadium eigenlijk van, ik ben bang dat het niet goed is. Ja, hij heeft toen ook wel eens een keer tegen mij gezegd, binnenkort sluit ik het boek Cuby in the Blizzard. Nou, dat zijn toch kleine signalen dat je denkt van, nou, dit gaat niet de goede kant op. Harry belde dus ongeveer anderhalve week na zijn verjaardag. En toen zei hij, willen jullie in het volgende blaadje iedereen bedanken die van alles bedacht hebben om mij te eren met mijn verjaardag. De dingen die gebeurd zijn, de dingen die georganiseerd zijn. Iedereen die eraan meegewerkt heeft om het ook tot een succes te maken. Hij zegt, alles en iedereen, het was grandioos. En die woorden tekende ik letterlijk op dat hij zei, they made me do it. Zij hebben hem de kracht gegeven die hij eigenlijk niet meer had om die dagen toch
alles mee te maken en niemand iets te laten merken. En dat zag je ook op het podium. Mensen die als afsluiting van het festival Groeten uit Grollo naar Harry keken, zagen daar geen ziek man staan. Hij heeft daar een verschrikkelijke, echt een prestatie van formaat heeft hij daar neergezet. Hij heeft iets heel groots gedaan. Hij wist het. Ja, hij wist het. En dat die gedachte, ja, maakt het voor mij ook wel moeilijk, de wetenschap, dat daar een man stond die de laatste keer en dan in Grollo op de bühne zou staan. In dat laatste gesprek wat ik met hem had, toen zei echt weer, het is net of de cirkel rond is. Een museum dit jaar, die Golden Plaat, het festival Groeten uit Grollo, trouwt met Douwing. Het is net of het rond is. En ik zei, nou, misschien is dat ook wel zo, Harry. Misschien is alles wel rond nou. Hij zag het wel aankomen. Ik ben die mensen allemaal zeer dankbaar, want dat zij zich allemaal voor de Blizzards en voor mij hebben willen inspannen. Want ja, god, het is toch niet niks. Ik bedoel, dat een muziek die eigenlijk van de arme mensen stamt, het dusdanig heeft weten te raken dat men daar toch van overtuigd is geraakt dat wij wel wat voorgesteld hebben. En dat in Drenthe. En dat wij... Dat dit voor ons allemaal gedaan is, dat is toch een uniek... En daar mogen we best trots op zijn. Uniek gebeuren, uniek. Ga je missen? Ik zal hem missen, ja. 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 A shadow on my wall. You know it's something. Something that I can touch. Muziek is altijd iets waarvan men niet weet waarom men dat mooi vindt. Het komt zo bij je en zo wordt het ook gespeeld. Dit is het laatste geheim en dat komt ook op mijn grafsteen. Ik wil daar gewoon op. Muziek is het laatste geheim en laat het alsjeblieft zo blijven. Dat vind ik. Ja, dat is het. Voor mij. For a reason which is not here.